Ja, de videoanalyst.nl, voetbal in Breda.nl, Sportpark Jeugdland met Sjoerd en Dekker, aanvoerder van UVV. Gaat zo meteen spelen tegen NAC. Ja. Wordt het een paar doelpunten voor jullie of gaan jullie de nul houden? Vertel. Nee, we hebben als strijdplan in ieder geval gewoon lekker genieten van het spelletje. Ja? Want we hebben totaal niet de illusie dat wij überhaupt bij die goal gaan komen. Nee? Nee. Dus als wij of onder de 20 goals blijven of één doelpunt kunnen maken. Ja, dat zou fantastisch. Dan is jullie dag geslaagd. Dan denk ik dat wij tevreden moeten. En ga jij nog een pan uitdelen ergens? Ja, als ik de kans krijg wel, ja. Ja, en wie is jouw beoogde slachtoffer, Sjoerd, voordat jullie gaan beginnen? Ja, ik denk Mats Seuntjes. Mats Seuntjes een pan uit, jullie horen het. Hey, heel veel plezier, jongen. Dat is goed, jongen. Ja, kom maar. Ja, 17-0 is het voor de shoot. Daarmee heb je wel de doelstelling bereikt, want je zei, als we er niet met 20-0 verliezen,
Kan allemaal hier op Sportpark Jeugdland. Ja. Maar in ieder geval, dan heb je het goed gedaan. Heb je het goed gedaan? Ja, ik denk het wel. Ja? Wat vond je ervan zelf om tegen die professionals te spelen? Echt vol, hè? Ja? Ja. Het is natuurlijk wel, je kan één keer overspelen, maar dan is het toch weg, weet je wel. Ja. Het is eigenlijk één grote draaimolen waar je niet uit kan. Zo je blijft draaien en blijft draaien. Dan, je bent op een gegeven moment blij dat je even af mag trappen. Hebben jullie niet gedacht aan stiekem een goaltje maken? Of zat het er echt niet in? Ik niet, hè? Ik ook niet, maar... Ja, één keer ging Mikey schot naar de verre hoek, maar... Ja, dan moet hij ook meteen raak zijn. Is dit voor herhaling vatbaar? Ja, eerste helft stonden we te kijken met z'n allen. We hebben een paar goals, maar ook veel reddingen. Hoe vond je het zelf dan? Ja, ze schoten op. Zo je moet kasten in goal. Ja. Maar af en toe dacht ik toch van die had wel kunnen hebben. Heb je ooit wel eens zoveel te doen gehad in één helft? Nee, ik heb nooit gehad. Nee, ik heb nooit zoveel horen. Nee. Maar soms, hè. Hoe vond je het gaan zelf, de wedstrijd? Tweede helft wel beter als eerste helft. Ja. Helaas ook met twee kuiten in de kampen. Ja, het is ook vermoeiend om elke keer die reddingen te maken. Je staat op je tenen en dan is gewoon vermoeiend. Continu geconcentreerd en zo. Ja. Hey, vond je aan de vierde klasse, wat denk je ervan? Met UVV? Ja, moet wel lukken. Ja? Handhaving? Ja. Staat hij erop? Hij staat erop, hè? Oké, goed. Hartstikke bedankt, jongen.